Wat ga jij brengen voor de ploeg? Ja, wat ik altijd heb gedaan, mijn aanvallende kwaliteiten. Zoals een voorzet, een actie en gewoon hard werken voor het team. Ja, je maakt ongelooflijk veel meters altijd, dat valt ook op zo'n training alweer op. Maar ja, als ik dat moet doen, ja, dan doe ik dat. Als ik het team ermee kan helpen. Ja, er liggen absoluut tussen de ruimtes liggen de mogelijkheden om te gaan voetballen bij een Groningen. Dat kun je gewoon zien. Maar goed, en dat hopen we met hem zeg maar te kunnen benutten. Even een hele andere vraag. Jij bent heel streng gelovig, moslim. Jouw geloof wordt enorm in discrediet gebracht de laatste tijd. Wat vind je daarvan? Ja, ik ben er tegen wat er gebeurt. En ja, ik wil me niet vaak veel mee bemoeien en dat soort dingen. Dus, ja. Ik kan me voorstellen dat jij er ook opmerkingen over krijgt. Is dat niet vervelend voor je? Nee, ik heb er nog niks gehoord. Ja, af en toe zie ik wel mensen iets anders naar me kijken. Maar ja, ik begrijp het wel, weet je. Dus, ze zijn bang dat er iets gaat gebeuren. En ja, ik neem het gewoon niet mee daarmee. Ja, ik laat het gewoon voorbij gaan. Maar het komt ook dicht bij het voetbal op het moment. Hè? Al wedstrijden die niet doorgaan. En hou je ook rekening met dat soort dingen? Nee, ik hou me totaal niet met dit soort dingen bezig. Nee. Je hebt toch genoeg aan de Graafschap? Ja, ik focus me hierop en dat soort dingen dan laat ik gewoon gaan. Het wordt er tijd voor, hè, voor die drie punten. Want ja, je staat er zo sneu bij met die twee puntjes maar. Ja, maar goed, het is wel heel makkelijk gezegd. Ik denk dat Groningen absoluut niet onderschat is natuurlijk. Maar jullie hebben zelf ook wel wat te bieden natuurlijk op de eigen Vijverberg. Nee, maar goed, misschien is daardoor het verwachtingspatroon ook wel een beetje dat het dan nu moet gaan gebeuren. Alleen het is altijd nog even de vraag van of het gaat gebeuren. Alleen daar zetten we wel alles op in natuurlijk.